Waar ik mee wil beginnen is, kunnen jullie je eerste ontmoeting nog herinneren? Waarschijnlijk ergens bij Earth Mark II, Jacob Gardner, zo. Dat kan ik me niet herinneren, nee. Maar ik kan me wel herinneren de eerste keer dat ik de muziek van Marina hoorde. Wat was je eerste indruk? Ja, ik vond het meteen echt geweldig. Waarom? Ja, ik weet niet. Het raakte me meteen en het had een bepaald soort puurheid en onschuld en een fijn soort knulligheid die ik niet vaak in Nederlandse muziek hoor. Oké. En ja, ik weet niet. Het raakte me meteen heel erg en ieder nummer wat ik hoorde eigenlijk. En hoe bereikte haar muziek jou? Het werd mij toegestuurd door Jaco Gardner. Die had de demo's al gehoord, want die was al langer bevriend met Marina. Mm-hmm. En die dacht dat ik het wel leuk zou vinden. Dus. En jij speelt zelf ook in de band van Jaco. En, jij kent al Jaco. Mm-hmm. Waar kende je hem van? Ik geloof van school? Uit Utrecht, ja. Okay. Nou, niet van school per se. Okay. We zaten wel alle twee op de HKU, okay. Maar daar kwamen we later. Of ja. Ik ging naar zijn show van de Skywalkers. Oké. Okay. Heb je een herinnering aan bijvoorbeeld Jaco Gardner zien spelen, dat Jasper ook op het podium stond? Ja, zeker. Maar ik weet niet meer wat de eerste show was dat ik daarvan zag. Nee. Ik kan me ook specifiek onze eerste ontmoeting niet echt herinneren. Nee. Maar voor jou was een beetje hetzelfde, de muziek die Jaco Gardner maakte, dat was wel iets... Ja, ik kende Jaco al voordat hij groot werd, okay. Zeg maar, dus... En dat was ook een muzikale vriendschap? Of? Ja. Okay. En jij speelde dan in Earth Mark 2, mm-hmm. Zoals je zei. Wanneer kwam het moment voor jou dat je dacht van, ik wil ook wat dingen voor mezelf schrijven? Dat had ik daarvoor al. Oké. Okay. Ja. Ik was altijd al liedjes aan het schrijven, maar ik durfde er nooit echt iets mee te doen. Of ik wist niet dat het... goed was of dat mensen het goed vonden. Waarom durf je het niet te delen? Gewoon niet zoveel zelfvertrouwen. Oké. Okay. Ik had gewoon niet... het is gewoon moeilijk als jij het alleen maar voor jezelf speelt. Om in te zien dat andere mensen het ook leuk vinden. Je denkt snel van, oh, dat is gewoon een beetje... Mm-hmm. En wanneer begon je met schrijven? Was je vrij jong toen je dat al deed? Of? Ja, ik begon al vrij jong. Toen ik 14 was, begon ik een beetje gitaar te spelen. En ja, veel van mijn vrienden die gitaar speelden toen, die speelden vooral andere liedjes. Maar ik wilde meer zelf dingen maken, meteen. En weet je bijvoorbeeld het eerste nummer nog dat je schreef? Of een van de eerste? Ja, dat zijn allemaal vage dingen die heb ik nooit opgenomen, okay. Maar die zitten nog wel in mijn herinnering. Maar was dat dan een beetje in dezelfde lijn als waar je nu bent? Misschien een heel vroeg stadium of zo. Ik heb wel heel veel dingetjes eerst bedacht voordat ik uiteindelijk deze liedjes koos of zo. Okay. En Jasper heeft natuurlijk de muziek gehoord, dus wanneer kwam het moment dat je een beetje over dat... dat zelfvertrouwen of een gebrek aan zelfvertrouwen heen zetten en dacht van dit moet ik delen? Jaco die hoorde het denk ik dan eerder en hij zei al van dat ik talent had en daarom heeft hij ook de demo's doorgestuurd. Okay. Dus. En Jasper die heeft me echt een steuntje in de rug gegeven, zeg maar. Duwtje in de rug. Je noemde net je eerste reactie op de muziek. Wat was voor jou de volgende stap? Wat vertel je haar? Ik had gewoon zoiets van... Ik wil heel graag samen met jou muziek maken. Mm-hmm. En dus we hadden het erover gehad om... Ik stelde voor om samen een band te beginnen eigenlijk. Of om gewoon om in ieder geval muzikanten bij haar nummers te zoeken en dan aan een plaat te gaan werken. En daar had Marina wel oren naar, dus dat is wat we toen gedaan hebben. Dat ging eigenlijk redelijk soepel en snel. Okay. En speelde het nog een rol dan dat jullie, want jij speelde dan bij Jaco Gardner, Earth Mark 2, speelde dat een rol dat jullie ook nog die band hadden en nu nog steeds? Voor mijn gevoel niet heel erg. Dat
toen we zijn hiermee begonnen, in ieder geval ik, omdat ik het gewoon graag wilde doen. En ja, ik was sowieso wel bereid om daar tijd voor te maken, als het ware. En, maar het was wel in het begin zo dat we met Jacco inderdaad echt heel erg veel weg waren. Dus dat we daardoor we bestaan nu ongeveer anderhalf jaar. En in die eerste anderhalf jaar hebben we eigenlijk vrij weinig tijd gehad voor Eriwana. Omdat Nick, de drummer en ik gewoon heel veel op tour zijn geweest met Jacco. Dus wat dat betreft heeft het wel echt een rol gespeeld, denk ik. Maar en vanaf nu wordt het, als het goed is, wat rustiger met Jacco. En dan hebben we meer tijd voor deze band. Creatief gezien, wat zag jij in Eriwana dat je niet kwijt kon bij Jacco Kanye? Ja, het is een heel ander ding. Jacco die schrijft alles zelf. Dat doet Marina dan wel. Maar hij maakt ook alle arrangementen al en neemt alles zelf op, behalve de drums. Hij speelt alles zelf in. Dus dan kom je pas kijken eigenlijk bij het repeteren voor de live shows. En dan maak ik misschien af en toe wel wat kleine aanpassingen in de baspartij. Of we bedenken met z'n allen dat een nummer misschien toch iets sneller moet of iets langzamer. Of dat er net een ander eindje aan moet dan op de plaat of zo. Maar in principe staat het allemaal al redelijk vast. Terwijl bij Marina, zij schrijft de nummers. En die zijn dan gewoon, het zijn gewoon de gitaarakkoorden en de zang, als het ware. En ja, wat ik speel, of wat Bram, de gitarist, speelt, of wat Nick speelt, dat is allemaal nog open. Dus dat gaan we gewoon tijdens de repetitie met z'n allen een soort van invullen. Dus dat is een heel ander proces. Het is meer gewoon echt een band, wat dat betreft. Wat was het eerste nummer waar jullie aan begonnen te werken? En om volledig uit te werken? Volgens mij To Dream Again. Met die lelijke drum sample die ik had gemaakt. Ja. Ja, waarschijnlijk die. Jij demode dan die nummers. In hoeverre waren ze uitgedemod dan? Want je noemt nu een drumpartij. Dus je speelde wel alle instrumenten of je had wel. Ja, dat was ook echt het enige nummer. Ja, waar, dat was waar, één nummer, ja. En daar zat gewoon een standaard GarageBand loop onder. Ja. Ik ben heel slecht in die technische dingen. Dus ik neem gewoon mijn gitaartje op en mijn zang. En soms dan bedenk ik nog een tweede gitaartje erbij. Of dan doe ik gewoon een beetje met een eitje zo shaken. Dat was het. Ja, maar dat soort dingen belanden soms uiteindelijk wel gewoon in de uiteindelijke versie. Ja. Volgens mij speelt Bram wel een aantal van dat soort kleine gitaarloopjes die je al eerder had. Ja. Was jij ook op zoek naar een band? Toen je die nummers schreef en een beetje dat idee had van ik wil dit voor mezelf doen. Ja, ik was niet super hard op zoek naar een band, maar ik had wel zo van ik ga hier iets mee doen. Ik wil hier iets mee doen, maar ik weet niet hoe, met wie. En ik heb ook een paar shows in mijn eentje gedaan. Okay. Gewoon met gitaar, 3 shows of zo. Hoe ging dat? Ja, goed. Het waren gewoon hele kleine shows. Okay. Met gewoon in galeries en dat soort dingen. Mensen reageerden wel leuk, maar nu zou ik dat niet meer doen. Want het voelt gewoon te raar dat heel je band ineens weg is. Mm-hmm. En hoeveel van de nummers had je al geschreven dan toen jullie begonnen te denken aan een album? Toen waren misschien 7, 8. Ja, iets meer dan de helft misschien al. Ja. Toch? Daarna zijn er inderdaad nog wat nummers bijgekomen. En was op dat punt was een beetje de sound, de vibe van de muziek, was dat al duidelijk? Of is dat pas later, zoals je zegt, in de studio, dat jullie ieder een eigen partijtje spelen en dat het dan pas begint te vormen? Ja. Nou ja, we hebben de liedjes over het algemeen heel erg intact gehouden. En ook de oorspronkelijke tempo's van de demo's is niet heel erg van afgeweken. Maar ik denk wel dat de 3 muzikanten die zich erbij hebben aangesloten, ik, Bram en ik, wel alle 3 behoorlijke stempel hebben gedrukt op de nummers. En ze wel een bepaalde sfeer hebben gegeven die er in de oorspronkelijke demo's misschien nog niet was. Mm-hmm. Ik denk dat dat het iets exotischer is gaan klinken of zo, ook wel door de bas en de drums. Zo. Het had ook een heel andere kant op kunnen gaan. Het had ook meer garagey kunnen zijn of zo. Het had ook meer richting de Vivian Girls kunnen gaan of iets dergelijks, denk ik. Mm-hmm. Maar
Is hier bewust over nagedacht? Nee. In overleg, of? Heel intuïtief gegaan eigenlijk. Dat vond ik het allerleukste en dat had ik eigenlijk nog nooit eerder meegemaakt. Dat we gingen repeteren, de eerste twee repetities. En dat we eigenlijk gewoon, dat Marina de liedjes speelde en dat iedereen gewoon meespeelde. En dat het gewoon al was, weet je wel. Hoe we nu de nummers spelen, zo speelden we ze eigenlijk bijna ook al de eerste twee repetities. Het ging echt heel snel en heel organisch. Mm-hmm. Dat vind ik wel bijzonder aan deze band. Dat heb ik nog nooit eerder bij een band meegemaakt eigenlijk. Dat zo vanzelfsprekend en organisch ging. Hoe zit het dan met jullie muzikale achtergrond qua invloeden? En komt dat ook in die zin overeen dat jullie elkaar een beetje kunnen aanvoelen? Of loopt het juist heel uiteen? Nou, we hebben wel veel gemeenschappelijke muziek waar we graag naar luisteren. Hij heeft heel erg de jaren 60. Maar ook niet alleen maar, je luistert dat ook naar andere best, dingen. Ja. Best wel mee, maar in je, zeg maar, waar de bands waar je misschien daarvoor speelde, had je wel misschien meer die invloeden dan ik misschien. Mm. Yeah. Maar ik had meer een soort van 90s bands. Okay. Maar ook, ja, ook niet alleen maar, weet je wel. Ik denk dat het grootste verschil tussen ons is dat ik gewoon eigenlijk niet van 90s hou en jij wel. Ja. Voor de rest vind jij bijna alle muziek die ik leuk vind wel ook ongeveer leuk. Ja, zeker. Je noemt een 90s band. Naar mijn indruk is de sound toch wel redelijk 60s, maar zonder heel nostalgisch te zijn. Mm-hmm. Is het album of de muziek, is het zo geworden zoals je in je hoofd had toen je het schreef, misschien op je slaapkamer? Of? Ja, de belangrijkste elementen, of zeg maar, ik heb niet echt zo'n gehoor van dat ik meteen alle arrangementen hoor, zeg maar. En het belangrijkste wat ik in beeld had, is zeker dat het dromerig is, dat het soort van transparant is en best wel minimaal en gewoon rauw en eerlijk, voor zover.